Hallo lieve schorpioen, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 30, 24 juli tot en met 30 juli. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Laten we eens gaan kijken naar jouw hoofdthema voor deze week, lieve schorpioen. Er komt een doorbraak. Het thema zou dus kunnen zijn dat jij daadwerkelijk keuzes hebt gemaakt waardoor je verder komt. Het kan zijn dat er echt een doorbraak komt op iets waar je al heel lang hebt op zitten wachten. Maar vooral het gaat verlichting brengen, merk ik op. Je bent in grote transformatie. Je bent bezig om beetje bij beetje steeds meer naar jezelf te gaan. En het voelt ook alsof emoties weer even van je af kunnen glijden. We gaan eens even verder kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve schorpioen. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Okay. Ja, je bent toch wel heel erg bezig met de toekomst. Dus je wilt graag daar inzichten over. En je wilt graag weten wat je te wachten staat of hoe lang iets duurt. Maar helaas, het kan altijd weer veranderen, want de toekomst staat niet 100% vast. Daarnaast kijk je vooral heel erg naar het grotere geheel. Wat speelt er nu? Waar droom ik van? Waar ga ik weer van bloeien en groeien? Je gaat ook inzien dat heel veel in je eigen handen ligt. Dus waardoor je dus ook anders naar situaties gaat kijken deze week. Nou, terwijl ik dat zeg, staat het hier ook nog een keer bij. Het kan zijn dat je af en toe even een extra pauze mag gaan inlassen. Of het gevoel hebt van, hey, ik kom niet verder, ik sta even stil. Nou, dat is dan om even na te denken, hey, waar sta ik ook alweer? En durf om hulp te vragen. Er worden heel veel bevestigingen naar je toegestuurd. Dus als je dat nog niet ziet, let daar dan eens op met wat voor inzichten je mag ontvangen. Het kan zijn doordat iemand 3 keer tegen jou iets zegt waarvan je denkt, oh, oké, nou misschien had ik daar naar moeten luisteren. Het kan zijn dat je ze sfeertjes tegenkomt of wat dan ook. Weet dat je beschermd wordt en het voelt ook alsof je beetje bij beetje steeds weer wat hoger op gaat komen. We gaan eens even verder kijken naar een mooie boodschap voor jou. Het kan zijn dat je wat gevoelig bent voor de maan, waardoor je dus misschien wat emotioneler bent of toch anders weer even in het leven staat. Pak je tijd, pak je rust. Het voelt vooral alsof je echt even de rust mag pakken waar je die nodig hebt. Want ook al voelt het misschien als je staat stil, het kan zijn dat je nog steeds niet helemaal tot rust bent gekomen. Lieve schorpioen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of kom gezellig deze zaterdag naar de spirituele instuif. Een dag vol workshops. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.